allemaal, ik ben Arunya en ik ga vandaag met Glamour een hele heftige partylook opnemen. Dus ik ben heel erg benieuwd wat er van wordt. Ook heel veel glossy en glitter en roze. Dus ja, ik heb er zin in. We gaan gewoon alle roze dingen die ik hier heb liggen, gewoon op mijn gezicht doen. Ik heb foundation, concealer en wenkbrauwen heb ik al op. Ik denk dat ik voor mijn ogen de lipstick ga gebruiken. Dat is deze lipstick van Gucci. En ik denk dat ik hem gewoon op mijn vingers ga doen en dan zien hoe ik het ga uitproberen. Het ergste blijft eigenlijk wel als je mascara op doet of eyeliner, dat het gewoon overal zit. Vooral met een winged eyeliner, dat het gewoon niet scherp is en dat je met wattenstokjes in de weer blijft. Zoals nu. Oké, ze heeft opnieuw bij deze oogschaduwlook weer allemaal lipgloss erop zitten. Of iets in de glossy kant op. Dus ik ga dat denk ik ook weer doen. De basis is er. Dus ik ga denk ik die Chanel gebruiken. Transparante glitter gel. Ik weet niet precies waar het voor bedoeld is, maar ik ga het op mijn ogen doen. En ik denk ook een klein beetje op mijn wangen, want dat heeft zij ook op de foto. Mijn favoriete make-up product wat ik eigenlijk al jaren gebruik is denk ik de Dip Brow van de HEMA voor mijn wenkbrauwen. Omdat eigenlijk geen één product donker genoeg is voor mijn wenkbrauwen. En die van de HEMA die werkt gewoon heel fijn en die is ja, echt top. Dus die blijf ik gewoon gebruiken. Voor de lippen ga ik dezelfde lipstick gebruiken als die ik op mijn oog heb zitten. Die is heel fel en dat matcht lekker. Oké, hij matcht niet helemaal. Hij is enorm roze, dus ik ga deze oranje make-up lipstick er eventjes bij doen voor mijn wangen. Want ze hebben best wel veel glitters. Ga ik deze kleur gebruiken. Het is eigenlijk oogschaduw, maar maakt niet uit. Oh, dat werkt echt prima als highlighter. Oké, dit is het eindresultaat. Ik ben er heel blij mee. Abonneer op het kanaal en doe eventjes een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doei!